podium om hulde te brengen aan Louis Neefs. Jo Lemaire was erbij, Bart Peters, Stef Bos, Toots Tielemans en nog veel andere grote namen. Degene die als eerste komt binnengewandeld is Gunter Neefs. Dames en heren, hier is de Gunter. Loon op de stad, lag stil te dromen in de zon. Van zitten dromen in de zon. Rondom mij, waar ik ging, langs in de zomer van het gazon, stonden de bomen in de zon, er zalig bij. En toen kwam jij, Jennifer Jennings, en danste lief. De lente voorbij. Jij kwam, Jennifer Jennings, en blauwe ogen die lachten naar mij. Ja, jij, Jennifer Jennings, je bent precies waar ik droomde voor mij. Ja, jij, Jennifer Jennings, je danst me telkens en telkens voorbij. Voorbij, altijd voorbij, steeds weer voorbij jij, hopeloos voorbij. De Gunter! Het orkest staat onder leiding van Steve Willaert. Benjamin zei, ik rij naar ergens anders, om er nog wat zon te knoppen. Hier kan je het niet verder schoppen dan een baan waar je moe van wordt. Samen reden wij naar Klokkenzoete, om er naar de zee te kijken. Maar er waren te veel rijken en er kwam er al zon tekort. Nooit had ik een betere vriend dan Benjamin. Hij hield van reizen, van reizen zat er bij hem in. Van jongs af aan, en op die wijze kwam ik hem toevallig tegen. Zomaar ergens overwinter. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte me tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig hangen. Want we lieten ons daar vangen
zonder een liter wijn. Nooit had ik een betere vriend dan Benjamin. Hij hield van reizen, reizen zat rij hem in van jongs af aan. En op die wijze kwam ik hem toevallig tegen, zomaar ergens halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat was, maakte mij toch goed van Benjamin. Maakte mij toch goed van Benjamin. Toen zijn wij maar naar Mechelen gereden om er zaken te beginnen. Maar we mochten er niet binnen, want men kende ons nog van toen. Dan maar weer terug naar Knokke zitten, om er van de zon te dromen. Maar ze hadden ons zien komen, en wij hadden geen hoofd. Goed. Zeer goed. Is iedereen binnen? Oké, dan gaan nu de deuren dicht. U heeft het gemerkt, het staat hier vol camera's. Overal. Microfoons. Overal. Dat is niet voor niks. En dat is niet voor niks. Want we hebben een ongelooflijk idee. We zijn met z'n 12.000. En we gaan dus vanaf nu elke week iemand wegstemmen. 12.000 weken, dat betekent dat de winnaar hier buiten gaat over 23 jaar. Maar niet met lege handen, Rob. Er is zeker iets te verdienen. Niet. Ja, er is zeker iets te verdienen. De winnaar gaat over 23 jaar buiten met 5 miljoen aandelen van Late Night in Housby. Die vragen wat die zullen waard zijn over 23 jaar. Is het nu eigenlijk, nu ze Vlaams geworden is, Jo Lemaire of Jo Lemaire? Ja, in het begin was het Jos Lemaire. Mm. En dan heeft zij succes gekend in Wallonië. Dan was het Jo Lemaire. En nu heeft zij ongelooflijk veel succes in Vlaanderen. En nu is het Jo Lemaire. Uw applaus! Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, dan begin ik er beslist eens aan. Ik weet niet wat, maar je zult zien dat iedereen er zal verstom van staan. Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, morgen of een andere dag misschien, oh, dan doe ik het echt. Iets waarvan men zegt, nee, dat hebben we nog nooit gezien.
De hele dag toch alles zoveel te doen. Eten, drinken, slapen, zoals het hoort. Hele nacht te dromen en dan moe zijn tot de noen en zo voort. En zo voort van het leven. Maar als ik een 5 minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens anders langer zal gaan. Ja, ja. Drinken, slapen, zoals het hoort. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de noen. En zo voort wat een leven. Maar als ik eens 5 minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de sluis zal gaan. Ik ben dus in Vlaanderen komen wonen, in Limburg om precies te zijn. En voor zover ik kan mij goed herinneren, dat was via televisiebeelden. Hè. Dat was een stuk, als ik me niet vergis, van een programma Echo noemde dat. En dat is het allereerste stukje dat ik heb leren kennen. En dus heb ik Louis Neefs ontdekt, hè, op die manier. En dat was natuurlijk met dat nummer dat ik vandaag gedaan heb. Wat een leven. Dat waren die straatwerkers in Aarschot. Ja, ja, ja. Die legendarische beelden. Ja, ja, inderdaad. En het schoot niet echt op, zullen we maar zeggen. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus eerst komen repeteren met de band hier. En toen ik terug naar huis ging, onderweg heb ik dus mensen zien werken. Maar precies op dezelfde manier, weet je, dus dat is niks veranderd. Pas op. Ik denk dat ook iedereen die meedoet, dat aanvoelt dat dat echt met de juiste intentie is gedaan. En dat was het belangrijkste voor ons, omdat je kan evengoed een cd, of de zoveelste cd uitbrengen van mijn vader, een compilatie. Maar dit maakt het toch nog net iets anders en krijgt het zo'n beetje terug. Dat het allemaal wat herleefd wordt. Zo, ja. Ik vind dat wel. Evangelina, onderste bogen.
was ik van jou. Want de dag begon doodgewoon of altijd als 13 in een dozijn. Net zoals alle gewone dagen. Maar toen ik je zag was ik weg van jou. Een wonder van een vrouw. Ondersteboven was ik van jou. Droomden wij op het strand, alle twee in de wolken. Ach, wat waren we blij. Het geluk begon in Oostende, Evangelina. Wat we toen voelden, ging nooit meer voorbij. Want de dag begon doodgewoon. Zoals alle gewone dagen. Maar toen ik je zag was ik weg van jou. Een wonder van een vrouw. Ondersteboven was ik van jou. Aan een strand van Oostende op een zomerse dag. Aan een strand van Oostende was de hemel blauw. Het werd de dag van ons leven, Evangelina. Wat we toen voelden, ging nooit meer voorbij. Wat is uw associatie als je dat liedje zingt of als je dat hoort? Het strand van Oostende. Ja, ik was zo echt een beetje ingenomen door die Evangelina die uit water komt. Met een ongelooflijke schoon, dat is een schoon vrouw. Hè. En ze heb ik dat ook gezongen. Dat is een, goed gevormd, met wier op haar. Enfin, wier overal. En dat was het beeld dat ik kreeg. Zo. De jodium in Oostende en dan Evangelina die uit water stapt. Zo. En dan die lachten op mij. Ken je dat? Ik zal u zeggen, in mijn studententijd maakte ik een filmpje, toen nog op Super 8, want video dat stond nog echt in zijn kinderschoenen. En ik wilde in mijn filmpje een paar bekende Mechelaars. Ik ben toen, 19 of 20 jaar oud, naar Louis Neefs thuis gereden op de Stuyvenbergvaart. En ik heb hem gevraagd, meneer Neefs, we willen een film maken en bekende Mechelaars zouden daar best in passen. En hij zei, ja, maar waar, wanneer en hoe lang gaat dat duren? En ik zei, hier, nu onmiddellijk en 10 seconden. En hij zei, oké. Okay. En ik heb mijn camera gehaald die ik achter zijn haag had verstopt. En ik heb hem met een Super 8 cameraatje gefilmd. Hij staat er vloe op, want ik heb zelf de camera gedaan. Maar de Leuvense vaart zo scherp als een mes. Louis Neefs was het begin van uw carrière. Absoluut. Rob van Ouderhoven? Hij heeft nog geen carrière. Dus ja, dan kunnen we het niet hebben. Heb je een Louis Neefs herinnering? Ja. Heb je de mens ooit tegengekomen? Ja, dat valt samen. Ik kwam binnen in de bar van het Amerikaanse theater, vlak nadat ons liedje, wij heetten toen Louisette, Maria Maria, op nummer 1 was gekomen en dit ten nadele van Margrietje. En hij kwam binnen met bijna veel misbaar. En hij liet vooral zeer duidelijk blijken dat het ver gekomen was als zo'n rotzooi, als die Maria Maria, ik hou van jou, het zijn mooi lied van de troon stoot. En daar zaten we dan. Dat was weer kennismaking met de showbusiness. En dan vind ik het wel des te mooier. Dat ik Louis toch
nog kan groeten via de uitvoering van dit nummer. Ik weet dat mijn vader enorm graag met zijn kinderen bezig was. Die moest heel hard werken. Die was dag en nacht eigenlijk bezig op podiums, naar optredens rijden en zo verder. En hij kon daar enorm van genieten, van met zijn kinderen bezig te zijn, van die mee te nemen. En van daar, ja, en dat voelden wij ook en dat was wel heel plezant. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul je weer lachen, net zoals die allereerste keer. En al denk je, dat komt nooit meer. Dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Zit je vaak te dromen, kun je s'nachts niet slapen, denk je nog te veel aan toen? Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet veel meer aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in 5 jaar kun je oud zijn, ik weet wat je bedoelt. De zon hoeft niet te schijnen, kinderen niet te lachen, maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul je weer lachen, net zoals die allereerste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Al wil ik weer bij jou zijn, met je kunnen praten, stil zijn omdat je zucht. Omdat jij van mij bent, je ogen weer zien lachen, om iets wat je niet zegt. Dan kan men wel vinden, zoiets gebeurt wel vaker, iedereen heeft zo'n herinnering. Die kreet zal wel terecht zijn, het zal je niet veel helpen, misschien. Als ik dit zing, ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zal je weer lachen, net zoals die allereerste keer. En dan denk je, dan denk je, het is wel niet, het is niet gezond, denk je, het is niet gezond. Na 20 jaar, dat is toch een hele mijlpaal. Dat is ook een lange periode. En ik schrik er altijd van dat mensen zeggen van, ik herinner me hem zo goed. Of, en dat vind ik nog veel, veel sterker, ik herinner me nog de dag dat wij het vernamen of waar we waren op dat moment en hoe we dat ervaren hebben. We hebben zo eens opgesomd met wie dat nog gebeurt, met Kennedy, met Grace Kelly. En ja, dat vind ik toch heel bijzonder. Ik was altijd onder de indruk van de relaxed feeling, a real American feeling.
Hij had dat tempo. En met all due respect, dat heeft Lottie niet, dat heeft Thura niet, dat had Louis. Zo. Mijn daar ben ik hebben. Ja, hier. Dat is de, dat metronoomgevoeltje dat het heeft. Ik weet toch dat hij zeer goed was in de, ja, hoe moet ik dat uitdrukken, de kort gegeven momenten, zo van één nummer zo en dan er staan. En daar was hij, denk ik, heel, heel sterk in. Zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat dat allemaal wel zo blijven zou. Samen hand in hand liepen wij getweeën door het heidekruid. En een vogel vloot, zoals er vandaag zelden nog een fluit. Mijn dorp in de Kempen, waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? Zijn lied altijd naast de toon, maar dat gaf ik niet, want dat waren we zo van hem gewoon. Seks bestond nog niet, of misschien toch wel, maar was van geen belang. Want we waren toen nog alleen maar wat van de duivel bang. Mijn dorp in de Kempen, waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren? Muziek voor een baktrappist, gedronken bij Julie. En van klein tot groot kende iedereen toen nog iedereen. Van den Bosberg tot de Vennestraat was je nooit alleen. Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? Mijn dorp in de Kempen. Waar is nu de tijd?
Is Louis in het juiste land geboren? Ik ben zeker, want er was geen kroner zoals Louis in Amerika ook niet. Nee? Oké, wat was er dan in de jaren 60, 70 of 80? Oké. Dean Martin, Sinatra, dat is a world apart. Maar zo iemand die in the country was, waren er een paar baritone stemmen. Maar Louis had. Hij was zeker. Hij had zeker kunnen in het Engels ook zo'n woordje zeggen. Maar had hij de echte producer, zeg maar, van Capitol Records of een van die Columbia producers, had hij ontmoet? He had the stuff to be a world. The sound, hij had het geluid. Volgens mij. Hij heette naar Vlaamse normen erg koppig te zijn. Ja, ik weet niet of koppig het juiste woord is. Ik denk sowieso dat als je met dit soort dingen bezig bent, en zeker de manier waarop hij ermee bezig was, dat van buitenaf als koppig gezien wordt. Maar ik vind juist om te zeggen dat hij eigenzinnig was. En dat vind ik een hele goede eigenschap. Het heeft hem ook een beetje boven, zeg maar, de Vlaamse klei uitgetild. En daardoor sloeg dat in Nederland ook aan. Rob, wie was Louis Neefs voor jou? Dat is Gunther zijn papa. En ik ben een beetje jonger, hè, ja. Ik kan er uren over doorvertellen. Maar wie is de volgende eigenlijk? De volgende is Stef Bos en hij zingt Martine. Dat gaat voor de jongeren. Ik zal het maar omiddellijk. Stef Bos, kent iemand die? 1, 2, ja, oké, okay, ja, toch wel. Ja. Toch redelijk, het valt nog mee. Louis Neefs is 2 keer naar het Songfestival geweest. Stef Bos ook 1 keer. Ja, dat is waar. Met door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de wind. En nu gaan Mark door de regen. Ja, toen viel het allemaal wat tegen, maar vanavond zal het wel meevallen, dames en heren, want hier is Stef Bos! Zie ik jou op televisie, hang ik altijd aan de buis. Aan jouw beeld en aan jouw lippen, dan heb ik jou in huis. Jou op televisie, nou dan is mijn avond goed. Daaruit mag jij concluderen dat je mij gewoon iets doet. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik heb meestal niets te bieden, ik zit meestal aan de grond. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Ben jij ergens in een show, in een panel of een lied? Wees dan zeker dat ik thuis ben en intens van jou geniet. Ik weet best dat ik geen kans heb, het is mij nergens om te doen. Maar een kushand is vaak mooier dan een doodgewone zoen. Oh Martine, Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik heb niets te bieden, ik zit meestal aan de grond. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Jij hebt alles wat ik mooi vind. Jij hebt gratie, charme, stijl. Door jouw vele kwaliteiten ging ik aardig voor de bijl. Maar zolang de molens draaien en de wieken blijven gaan, zal ik hunkerend in de verte op een afstand staan. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik heb niet veel te bieden, ik zit meestal aan de grond. Oh Martine,
hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond, hoppa. Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Dank u wel. Als jij die beelden terugziet, wat denk je dan? Ik vind dat fantastisch eigenlijk. Ik herinner me nog die beweging zo van waar iedereen op sprak. En nu zag ik over het nu bij de uitzending van het Songfestival dat beeld er terug in zat. Dus het zal zeker wel iets nagelaten hebben. Zo. Dus ik vond dat fantastisch. En toen kwam jij, Jennifer Jennings, en danste lief als de lente. Gunther, wat gaat hij zingen? Laat ons een bloem gaan we vanavond zingen. Dat is voor mij eigenlijk een van de favoriete nummers van mijn vader. En het gekke is dat hij ook op die moment 35 jaar was toen hij dat lied zong. En wij gaan dat nu ook doen en ik ben nu ook 35 jaar. En we gaan dat samen doen met Toet Stelemans. Die gaat mondharmonica even meedoen. En allee, dat gaat fantastisch mooi zijn. En, er is wel iets wonderlijk met die tekst, hè? Ja, de tekst vind ik zo mooi en trouwens nog altijd zeer actueel. Het is precies of dat is gisteren geschreven. Ja, dat is een mooie tekst. Gunther, door de Phil. Geef er een lap op. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Mijn dorp in de Kempen, aan het strand van... Oostende. Oostende. Nee, Ik heb zorgen. Inderdaad, ik moet het ook kennen. Voorsmel brengt vanavond het liedje... 16 tons. En wel a cappella. Ja, natuurlijk. Kan je een idee... Ja, je moet wel afdrukken. Oh, ja. Kan je ook een idee geven van hoe de intro klinkt? Absoluut. Ja. Moment. De toon. 1, 2, 3, 4. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 guns, what do you get? Another day older and deeper, and that Saint Peter don't call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. He loaded 16 tons of an umbernacle when the strong boss said, oh, well, bless my soul. He loaded 16 tons. What do you get? Another day older and deeper, and that Saint Peter don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron and the other of steel. If the right one doesn't get you, then the left one will load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper, and that Saint Peter don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store.
de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Je breekt en je hakt en je poort door de bergen. Maakt elke heuvel gelijk met de grond. Reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Uitgang vernield wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De zeeën vergiftigd gestorven, het zand op de stranden vervuild door mazoet. Jij door je tankers en checkboek bedorven, weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee, 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 een eeuwigheid mee. Jouw hart verdienen, ik heb meestal niets. De CD Louis Neefs 20 jaar later is nu overal verkrijgbaar. Vanavond in Hitkracht K3. Ik zoek thuis. Sfeervolle noot komt van Twarres.